Welkom bij een nieuwe aflevering van Straffe Strips. Vandaag nemen we een kijkje naar Vreemde Vogels door Jan-Dirk Barreveld. Deze editie werd uitgegeven door Syndicaat. Nu, deze strip is eigenlijk een spin-off van een andere reeks, namelijk de reeks Eugène. En in die reeks Eugène komen er regelmatig vreemde vogels aan bod. En in deze strip worden dus eigenlijk al deze verhalen gebundeld. Dus, wat kunnen we voorstellen bij deze strip? Allemaal korte gags over vogels. Ik zal jullie er enkel laten tonen. De meeste gags bestaan uit één of twee stroken. Is het een vogel? Het is een vliegtuig. Het is... het bleek toch een vogel te zijn. Nou, het is weer lente. En de papegaai gaat naar de dokter. Ze zijn best wel vermakelijk, deze stripjes. Maar ja, je bent er nogal snel doorheen. En veel tekst is er ook niet om te lezen vaak. Dus het is allemaal heel begrijpbaar. Super luchtig eigenlijk. En het is een mooie bundeling. Al moet ik nu wel zeggen dat, ja, na deze hele strip te hebben gelezen, zijn de vogelgrappen, ja, heb ik er wel genoeg van gehad eigenlijk. Dus het is zeker een leuk concept. Maar ja, vaak wordt het toch ook een beetje op hetzelfde thema verder gaan. Namelijk dat vogels tegen ruiten vliegen en dat ze overal hun behoefte achterlaten. Dat is toch wel een veel voorkomend thema in deze strip. Nu, wat ik wel moet zeggen, de kwaliteit van deze strip vind ik wel heel mooi. De bladen zijn echt super dik. En je hebt een mooie stevige strip. Dus in dat opzicht is het wel heel goed geslaagd. Maar zoals je kan zien, ja, eigenlijk telkens stripjes van 1 à 2 stroken. Met een leuke pointe vaak. En bij bepaalde moet ik effectief wel lachen. En vind ik echt goed gevonden. Andere zijn dan eerder weer een beetje flauwe humor. Maar nu, als je vertrouwd bent met Eugène, dus waar deze strips eigenlijk uit afkomen. Dit is Eugène. Dan zal je dit wel een vermakelijke strip vinden. Ziezo. Dit was Vreemde Vogels door Jan-Dirk Barreveld. Hartelijk dank Syndicaat voor deze uitgave. Vergeet je niet om je te abonneren op het kanaal en een duimpje achter te laten. Ik zie je graag terug in de volgende video.